Ik ben Jonas, ik geef mijn tweede jaar wiskunde hier op het Paridans Instituut en ik heb dyslexie. Ah, wel, maar als je deze kent, ken je dan die ook niet als die allebei even groot zijn? Ik heb bij mezelf gemerkt in het middelbaar dat ik af en toe stress had om dingen voor te lezen of om een antwoord te geven, omdat ik wist dat ik in de fout kon gaan met mijn leerstoornis. Maar, en dat is ook de reden dat ik hier in de klas duidelijk wil maken van dit is een omgeving waar dat fouten maken absoluut niet erg is. De eerst, voor wat dient dit mes? Ik ben Gerrit Wendels. Ik geef les, theorie en praktijk zaal, dus het restaurant gebeuren. En ik heb dyslexie. Dus een slakken. Tang. Slakken, tang. Maar ben al blij dat je weet voor wat. Hoe je ook bent, welke beperkingen je ook hebt, als je iets wil bereiken, kan je het bereiken, hoe moeilijk dat het ook gaat. Ik versta heel goed van ouders dat het soms moeilijk is om te aanvaarden dat er een leerkracht staat met dyslexie. Ik probeer gewoon extreem mijn best te doen, mijn uiterste best te doen om geen fouten op het bord te schrijven. Lepel en terug een andere met vork. Op het bord komt er niet veel fout terecht, doordat ik een goede voorbereiding maak en eigenlijk altijd mijn papieren in de hand heb dat ik kan overschrijven. Voilà. Kan je daar iets speciaals over zeggen? Voorbereiding is heel belangrijk. Zeker als ik weet dat er veel vraagstukken en veel woordelijke dingen aan bod gaan komen, waar ik me ook al wel eens mis. Als ik 48 uitspreek en ik schrijf 84 op het bord, dan denk dat zo'n moment te zijn dat ik daar af en toe de leerlingen op aanspreek van ja, sorry jongens, ik heb dyslexie, dat kan wel eens gebeuren dat ik iets zeg en iets anders op het bord noteer. Jij neemt deze mee. Gaat dat lukken? Oh, doe maar mooi recht. Mijn leerlingen weten in het begin van het schooljaar dat ik dyslexie heb. Ik vertel het ook aan hen. De een heeft dyslexie, de ander dyscalculie. De ander heeft een andere beperking. We zijn allemaal mensen. Dus wij proberen gewoon om samen te werken. Schrijf ik een fout op bord, mogen de leerlingen daar een opmerking op geven en passen we het aan. Maar ik vind het belangrijk dat ze niet lachen met andere leerlingen of met mij, maar dat we samenwerken om eigenlijk een hulp te krijgen. En dat is één dat ik heel hard aan werk. Als ik een mail opstel, dan selecteer ik, kopieer ik altijd alles eerst nog eens in een Word-bestand om daar met de spellingscheck, hoewel ik weet dat is ook geen 100% zekerheid dat alles juist is, maar dat geeft me toch al een vorm van zekerheid dat ik nergens een E ben vergeten of allez, een letterje toevallig ben vergeten. Als het echt een belangrijke mail is, dan laat ik sowieso wel nog eens nalezen, maar dat is mijn eerste stap die ik altijd doe. Dat is iets dat nog altijd meespeelt. Op het moment dat ik op verzend klik, gaat er in mijn hoofd de hele tijd spookt er door van heb ik nu nog spelfouten laten staan en hoe gaan ze reageren als ze merken dat die zinsconstructies niet kloppen of dat daar iets vreemd mee aan de hand is. En dat blijft uiteraard wel spelen. Voor iedereen. Kan er in een driehoek een rechte en een stompe hoek tegelijk voorkomen? Ik heb nooit getwijfeld dat mijn dyslexie mij in de weg zou staan voor mijn opleiding. Ik heb een doel voor ogen en daar ga ik wel voor gaan, los van hoe moeilijk of hoe makkelijk het ook gaat zijn. Als de constatatie er is dat je een leerstoornis hebt, dan mag u in geen enkele weg tegenhouden voor hetgeen dat je later wilt gaan doen.